weer afgeven op mensen met een andere achtergrond? Nee. Dat is niet waar. Migratieachtergrond? Voorzitter, wilt u, dit heb ik niet gezegd. Ik heb niet afgegeven op mensen met een andere achtergrond. Ik heb het immigratiebeleid bekritiseerd. De heer Elbassi. Ik kan me ook vinden in die woorden, dus dan houden we het bij u. Dank u. De woorden van de PVV zelf, zeg ik dan even via de voorzitter. Ja. In beide gevallen geven ze schuld aan migratie. En dan zou ik de PVV willen vragen, van welke groep migranten heeft de PVV last? Ja, Madeleine. Voorzitter, ik heb gewezen op de enorme bevolkingsgroei. Toen ik jong was, misschien iets jonger dan u, leerde ik dat Nederland 14 miljoen inwoners had. Daarna kreeg het liedje 15 miljoen mensen op dat kleine stukje aarde. Toen werd het heel snel 17 miljoen en binnenkort de 18 miljoenste. En ik wil dus wijzen op het punt dat je daar niet tegenop kan bouwen. Nederland doet zijn best om huizen te bouwen, maar het lukt niet. Het lukt niet voldoende. En nu zitten we dus met een structureel tekort aan woningen. En hoe ga je dat dan zien? Ja, dat mensen gaan vechten om een woning. Ook uw immigrantenachterban, zeg ik daarbij. Want ook immigranten hebben hier last van. Iedereen heeft hier last van. De prijzen gaan omhoog. Je hebt straks geen huis. Daar hebben we allemaal last van. Maar als je niet de kraan dicht doet en dan gaat dweilen, heeft het geen zin. We moeten bijbouwen, veel meer, dat zal ik straks ook nog zeggen. Maar we moeten ook die immigratiekraan dichtdraaien, want dit gaat niet. Zo kunnen we niet verder. Het heeft niks te maken met welke groep dan ook. Het gaat om het aantal mensen wat naar Nederland komt, is te groot. De heer El-Abbassi. Voorzitter, daar gaat het wel over. Ik probeer even die rookwolk weg te krijgen. Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag gekregen, maar ik zal hem even verduidelijken. Een deel van die migranten waar de PVV het over heeft, zeg ik even via de voorzitter, gaat om remigranten bijvoorbeeld. Daar zitten inderdaad mensen tussen, Nederlanders hier in de zaal, PVV-stemmers, zeg ik dan even, maar ook andere stemmers, die terugkomen vanuit het buitenland en hier weer terug willen komen. Doelt de PVV op dit deel? Want dat gaat bijvoorbeeld om 15% van de migranten. De heer Madeleine. Voorzitter, ik doel op alle mensen die naar Nederland komen. De Nederlandse bevolking is te hard gegroeid voor het aantal woningen dat we hebben. Dat leidt tot grote structurele problemen op de woningmarkt. En dat leidt tot hogere huren, hogere koopprijzen. Dat leidt tot schaarste. En dat is wat ik hier benoem. En ik denk dat we daar echt iets aan moeten doen. Ook in het belang van de immigranten die de heer El-Abbassi hier probeert te vertegenwoordigen. Van de mensen die hier al zijn. Want ook zij hebben hier last van. Zij moeten ook hoge huren betalen. Dat begrijpt de heer El-Abbassi toch wel? Heer El-Abbassi. Voorzitter, dank. Ik probeer het nog steeds helder te krijgen. Allereerst wil ik aangeven dat wij in tegenstelling tot de PVV opkomen voor alle Nederlanders. En niet alleen voor migranten, immigranten of wat dan ook. Maar ik probeer even helder te krijgen. Want ik heb hier zelf vier groepen. Remigranten, die noem ik net even, internationale studenten, kennis, arbeidsmigranten en statushouders, wat relatief een hele kleine groep is, maar die ik wel echt bij naam genoemd hoor door de PVV. En ik vraag me af, op welke groep doelt de PVV? Want de PVV heeft over 1 miljoen migranten, daar vallen deze allemaal in, dus ook de remigranten. En ik vraag de PVV, van welke groep heeft de PVV nou enorm veel last? Heer Madeleine. Ja, voorzitter, ik heb het al gezegd. Wij hebben als land, als burgers van dit land, last van te veel mensen in een te klein land met te weinig huizen. Dat geeft last in de zin dat de huizenprijzen stijgen, dat we moeten vechten om een huurwoning en dat jongeren niet eens meer een huis kunnen krijgen. Dat is de last die we hier benoemen. Daar moeten we iets aan doen. Welke groepen dragen daaraan bij? Al die groepen die hier naartoe komen natuurlijk. En nu blijkt het wel zo te zijn dat de groep immigranten, asielzoekers, hoe je het ook wil noemen, dat wel de groepen zijn die het meest hier blijven hangen. Dus een student gaat meestal nog weer terug. Dus, maar de groep waar Al-Abbassi het hier over heeft, dat zijn de groepen die juist hier blijven, in Nederland blijven hangen. En die nemen een heel substantieel deel in van al die sociale woningen. Ik heb het net al gezegd. Ze krijgen ook nog voorrang zelfs op een huurwoning. En daardoor komen heel veel mensen niet meer aan een huurwoning toe. Dus iedere groep die hier naartoe komt, draagt daar natuurlijk aan bij. En het gaat me hier ook helemaal niet om het benoemen van al die groepen. Er is nu een onderhandeling bezig om iets aan de immigratie te doen. Ik hoop dat we daar allemaal oog voor hebben en de noodzaak daartoe inzien. Maar ik heb hier niet een immigratiedebat voor me. Ik heb geprobeerd te schetsen. We hebben last van te veel mensen en een te snel groeiende bevolking voor het aantal huizen wat in Nederland staat. Heer El-Abbassi. Voorzitter, ik hoop dat anderen het wel kunnen volgen.
Ja, wat is daar niet aan te volgen, voorzitter? Dit is toch een heel helder verhaal. We hebben 18 miljoen mensen en te weinig huizen. Ik ga niet met u in debat, maar ik wil u wel op wijzen dat we een wet over de huur en de beheersing daarvan voeren. En laten we niet een hele brede migratiediscussie voeren, maar de heer Albassi afrondend op dit punt. Voorzitter, dank. Want ik wilde de vier groepen inderdaad splitsen, waarvan maar 10% statushouders is, 90% niet. De groep waar de PVV constant het over heeft. Wellicht is dat een goede om het iets meer bij het debat van vandaag te houden. Hè, want de PVV die noemt dat die laatste groep, of die groep die ik noemde van 10%, dat die de sociale huurmarkt, een enorm deel van de sociale huurmarkt in beslag neemt. Dat zou ik aan de PVV door willen vragen. Eén, zou ik ook via de voorzitter eigenlijk willen aangeven. Valt dat niet buiten het debat van vandaag? Want het gaat over middenhuur. De heer Madlener. Ja. Dat is wel heel grappig. Dus de heer Albassi vraagt, valt het immigratiethema niet buiten dit debat? Nou ja, kijk, de tekorten in Nederland aan woningen. Je kunt het zien als een tekort aan woningen. Je kunt het ook zien als te veel mensen. Het is natuurlijk de combinatie. Er zijn te veel mensen voor te weinig woningen. En dat heeft een aantal oorzaken. Ik zal nog een andere oorzaak noemen, bijvoorbeeld de kleinere huishoudens, ook een oorzaak. Maar immigratie is zeker ook een heel belangrijke oorzaak van de huisvestingsproblemen die we nu hebben. En als je naar die immigratie kijkt, dan spelen daar asielzoekers en statushouders een belangrijke rol in. En ook de nareizigers. Dat zijn de mensen die hier het langste blijven van al die groepen. Zij blijven hier het meest achter. En dat is dus een fors aandeel. En dat zien we ook allemaal. We hoeven daar helemaal niet geheimzinnig over te doen. Als we naar de steden kijken, naar Rotterdam kijken, waar ik zelf gewoond heb, dan is die bevolking ook enorm veranderd. En het gaat maar nu niet om de mensen wie dat zijn. Want ook zij hebben hier last van. Want we hebben te weinig huizen. En mijn punt hier is, als je iets aan de huren wil doen op termijn, zou je ook iets aan de immigratie moeten doen. Mijn partij probeert het al jaren te doen. We zien nu de gevolgen van die immigratie. Dat ook voor immigranten heel vervelend wordt. En ik probeer dus alle partijen, ook zelfs de partij van Albassi, te betrekken bij de oplossing. En dat is toch echt dat we de immigratiekraan dicht moeten draaien. Ja, Albassi. Voorzitter, en daarvan, dan ben ik blij dat we hier ook over in het debat kunnen gaan. Daarvan zegt de heer Albassi ook, we hebben het één. Hadden we het niet over sociale huur, hadden we dat wel gehad, hadden we het over 30% van alle woningen. Waarvan 6% inderdaad naar statushouders gaat. Als je dat doorrekent naar alle woningen, hebben we het over 2%. Vindt de PVV, als we het over 2% van de woningen hebben, dat als we dat probleem oplossen, dat daarmee het woningprobleem is opgelost? Heer Madlener. Nou, goochelen met cijfers, dat doe ik niet. Ik weet dat het aantal asielmigranten wat hier blijft en ook de nareizigers, dat een grote groep, een groot deel uitmaakt van de bevolkingsgroei die we hebben gehad de afgelopen 10 jaar. Dat het nog steeds enorme aantallen zijn. U hoeft maar het journaal een keer aan te zetten. Je ziet dat Ter Apel overbevolkt is. Dat zijn de mensen waar Albassi het nu over heeft. Die mensen willen ook allemaal een huis. Willen toch allemaal een huis? Willen ook allemaal een auto en allemaal een baan. En als je dat niet hebt, dan krijg je problemen als land. En in die problemen zitten we hier nu. Dit zijn de uitwassen van een te hoge bevolkingsgroei in combinatie met te weinig nieuwbouw. En daar hebben we het hier nu over. Als je daar blind voor wil zijn, dan ga je die problemen niet oplossen. En ik zeg daar nogmaals bij, voorzitter. Ook de groep waar de heer Albassi het voor wil opnemen, heeft daar juist heel veel last van. Die hebben er heel veel last van. Die willen ook wonen. Ja. Maar goed, ik denk dat ik wel duidelijk genoeg geweest ben. Als de heer Albassi het nu nog niet begrijpt, misschien kan ik hem dan verwijzen naar wat andere lectuur. Maar dit wordt echt de laatste druk. Voorzitter, ik maak hem inderdaad af, anders blijven we inderdaad doorgaan. Ja. Ik constateer in ieder geval we het eigenlijk toch inderdaad een deel hebben gehad over sociale huur, wat vandaag eigenlijk helemaal niet ter sprake hoort te komen. Ik constateer ook dat 10% die gaat ongeveer naar de categorie waar we het vandaag over hebben, daar vallen geen statushouders onder, want die mogen daar niet, die vallen alleen onder sociale huur. De PVV die probeert nu weer een soort rookwolk te creëren, en het idee te creëren dat het gaat om statushouders die alle woningen bezitten. En dat is gewoon niet waar en dat wil ik hier benoemd hebben. Meneer Madlener.
Ja, ik vind het hele vreemde vragen. De PVV probeert hier voor alle mensen die in dit land zijn en een huis nodig hebben, om het daarvoor op te nemen, om te zorgen dat er dat de tekorten op de huizenmarkt worden teruggedrongen. En ik probeer daarbij aan te geven dat het dichtdraaien van de immigratiekraan noodzakelijk is om die problemen op te gaan lossen. Dan nog is het moeilijk, maar dat helpt in ieder geval. En dat is wat de PVV probeert. En dat doen we voor iedereen die hier legaal in dit land verblijft. Dus ik denk dat we daarmee ook de achterban van de heer Albassi bedienen. Het gaat hier om iedereen die een woning nodig heeft. En wij moeten zorgen dat er voldoende woningen zijn. En dat die prijzen niet te veel oplopen. En dat is wel gebeurd de afgelopen jaren. En dat is slecht voor de koopkracht van heel veel Nederlanders. De Madeleine vervolgt zijn betoog. Dus de jarenlange massa-immigratie en daardoor snelle stijging van het aantal inwoners in Nederland leidt tot grote problemen. En ik hoop dat alle partijen hier dat in willen zien.